Yo Rapjams, welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik weer zo'n leuke vlog voor jullie maken, dames en heren. Laat trouwens even in de reacties weten of jullie wat meer vlogjes willen. Ik heb in ieder geval van mensen in mijn omgeving gehoord dat het wel leuk is. Maar ik heb nog niks van jullie gehoord. Dus laat even in de reacties weten als jullie dus inderdaad ook willen dat we vaker gaan vloggen. Vandaag gaan we naar Tarik Osaro toe. We gaan naar Mike's gym en dan gaan we hem uiteraard een leuk interviewtje met hem doen. En we gaan nog wat leuke video's maken voor de socials. En ik ga hem natuurlijk ook even voor jullie vloggen. En morgen gaan we naar Den Haag toe. Dat is hier, dat is mijn thuisstad. En dan hebben we een interview met Gebebes, Enrico Kel, noem maar op. Ook gewoon weer hartstikke leuke dingen. En ik ga het allemaal bij elkaar gooien, ook in dezezelfde vlog. Exclusief de interviews natuurlijk. We gaan het zien. Ik heb er super veel zin in. Ik ga in ieder geval om te beginnen met mijn dag in mijn ijsbad. Ik heb oprecht de goedkoopste variant van een ijsbad die je maar kan krijgen. Met gewoon een heel simpel zeil erover. Dus als jij van een of ander ijsbadbedrijf bent, hier zit nog ijs in van gisteren. Maar als jij een of andere producent bent van ijsbaden, alsjeblieft sponsor ons even. Wow. Ik voel me nu net Mo Bicep die een nieuwe announcement gaat doen voor zijn supplementenlijn. Yes, yes, dames en heren. Welkom vandaag weer bij deze gloednieuwe video. Ik ga in ieder geval nu lekker naar Vlaardingen toe rijden, want we gaan daar de teamleden Stilo en Daan oppikken. En dan gaan wij lekker door naar de gym van Mike. Champs, we zitten lekker in de auto. Zoals jullie zien, achter mij Stilo is zich even aan het voorbereiden op het interview. Daantje zit hier naast me. Gezellig, gezellig. En we gaan er een toffe dag van maken. Stilo, heb je er zin in? Let's go! Sowieso. Daar zijn we bij Mike's gym. Stilo, ben je ready? Ruik ik lekker? Ruik. Oh, ruik goed. Lekker luchtie. Abdelnor is erbij. Zeg even wat voor de vlog. Mahid kennen jullie. Mahid, how's it going, man? You ready for today? Legendary gym. I heard you had cookies for kijk cookie. Kijk Daan. Daan is altijd. Zoom in op zijn hoofd. Daantje. Nog iets meer op zijn hoofd. Kijk die blik. Dat is die moordenaarsblik. Daar zijn we lekker binnen. Daar is Cookie. En ze gaan nu een video opnemen. Ze gaan daar een leuke video voor de socials maken. Je kan zeggen wat je wil, maar ik sta hier wel echt in een legendary gym. Wat mij op is gevallen, dat je ook hier in de hal van deze gym, dus inderdaad gewoon, is eigenlijk één grote kast van merch. Als je kijkt, daar staan overal handschoenen, daar staan overal hoodies en hier staan allemaal shirtjes en broekjes. Vooral Muay Thai broekjes zijn dit. Ziet er wel heel dik uit. Goedendag meneer, hoe gaat het met u? Nou, het is tijd om weer lekker naar huis te gaan. Daar lopen de boys nog even op de achtergrond en morgen hebben we, zoals ik had gezegd eerder in de vlog, weer een toffe dag vol met opnames. Dan zie ik jullie morgen. Een hele goede morgen, champs. Het is vandaag alweer de tweede dag van deze vlog. Vandaag is er een open workout dag bij ARJ trainingen. Dat betekent dat dat de gym is van Tarik Gebebes, Enrico Kel is daar aan het trainen, Michael Boopea. Nog meer vechters. Jan Kaffa is er uiteraard ook. Ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. We gaan natuurlijk hartstikke veel leuke interviews doen voor jullie. We zijn hier nu bij ARJ trainingen. We zijn hier met Mahid natuurlijk. Die gaat zo meteen de ring in. We zijn hier met Daantje. Daantje, zeg eens wat. Lekker man. Daantje is er ook weer ready voor. En we gaan weer natuurlijk hele dikke video's voor jullie maken. Hebben jullie geen handschoenen? Heb ik een zak hier met handschoenen. Dus kan je gewoon handschoenen pakken. Kan je gewoon lekker meedoen. Maar wij gaan eerst opwarmen en daarna geef ik het aan en dan, ja, degene die mee willen doen, kunnen dan even een kwartier, 20 minuten met ons meeknallen. 1, 2, hoek, yes, that is, let's go, come on. Daar is Mahi bezig, combinaties aan het oefenen. En hier achter me. Kom dan. Enrico Kel trainen en daarachter staan en Michael Boopea. Mahid, how's the training going so far, man? I'm exhausted. You're exhausted. Bro, you still have to spar. You got a GoPro in your body. Laatste. I'm standing here next to the one and only Enrico, the Hurricane Kill. Rico, how are you, man? I'm fine. Preparations very well. Nice, I'm now man. Here in IAA and then half I will leave back to Germany. But we are in shape, we are ready, and that's only one motto. And new. Do you got a message for Vastadi?
be ready. I will be ready and let the fans show a great fight. Oh shit.